De 10 van de honden die we hebben vanmiddag zien winnen, die hun rasgroep hebben gewonnen, die het afgelopen jaar heel goed hebben gepresteerd op de Nederlandse tentoonstelling. Dames en heren, ik ga zo de beste showkeurmeester aan u annonceren. Geeft u haar een warm applaus. Maar voor ik dat doe, ik hou nog één keer omhoog, ze liggen overal. De stammenhond, een hond uit een goed nest. Het is een campagne die de Algemene Ledenvergadering van de Raad van Beheer eind van dit jaar heeft goedgekeurd. Er is veel geld voor vrijgemaakt om de stammenhond in Nederland te gaan promoten dit jaar met elkaar. Via social media, via de radio, maar ook vooral lokaal. We hebben een informatiebakje waar deze folders in zitten. Lees u die folder. Gewoon een aantal eerlijke punten waarop te kiezen voor een stamboomhond. Waarop te kiezen voor een rashond. We weten dat we al jarenlang heel zorgvuldig bezig zijn om gezonde, vitale en sociale honden te fokken. Wij hebben uw hulp daarbij nodig. Zorg ervoor dat dit bij uw dierenarts staat. Dat dit bij uw lokale dierenspeciaalzaak of trimmer staat. Laten we met elkaar werken aan de campagne om onze passie te promoten in Nederland. Ik reken op uw medewerking. Dank u wel. Dames en heren, geef u haar een warm applaus. Een kinoloog in hart en nieren. Ik ga dadelijk nog wat meer over haar vertellen. Onze beste showkeurmeester, zij zal de hond van het jaar 2015 aanwijzen. Roel van Veen. Ze komen binnen, ze lopen de catwalk heen en terug en ze stellen zich dubbel. We beginnen vanuit rasgroep 1, dames en heren. U heeft de hond net zien winnen. Eén keer de catwalk op en neer. Een fantastisch applaus voor de winnaar van rasgroep 1, de Bearded Collie. Hond nummer 297, de Bearded Collie. Winnaar van rasgroep 2, we hebben hem net zien winnen. De Cordobo, 258. De winnaar van rasgroep 3, de Terriers. De kleine, pittige Jack Russell Terrier. 227. De winnaar van rasgroep 4, de Dachshond. De dwerg Dachshond Korthaar. Hond nummer 204. Rasgroep 5, de dwergkeeshond. Hond nummer 193. Alles in een klein kompas. Winnaar van de rasgroep 6, de lopende honden, de Kravatsek Griffon Vendien. Hond nummer 145. Winnaar van rasgroep 7, voorstaande jachthonden. De Hongaarse Visla, draadhaar, 130. Hungarian Visla. Winnaar van rasgroep 8, retrievers, spaniels en waterhonden. De Portugese waterhond, hond nummer 84. Winnaar van rasgroep 9, de gezelschapshonden. De Laza Apso, hond nummer 57.
En de eerste groep van vanmiddag en de laatste van vandaag. Rasgroep 10 wint honden. De Whippet. Hond nummer 27. Dames en heren, mag ik voor onze keurmeester begint met het beoordelen van deze honden een fantastisch applaus vragen voor deze 10 tophonden. Ze is bestuurslid geweest bij verschillende verenigingen. Ze is ook erelid van 4 verenigingen, daar is ze trots op. En ze is ook draagster van de Gouden Erespeld van de Nederlandse Kinologie van de Raad van Beheer. En ook zij geeft mee dat fokkers met passie fokken voor hun ras en zullen samenwerken. Alleen door samenwerking kan je werken aan dat gezamenlijke doel. Respect hebben voor elkaars mening en van mening verschillen mag. Maar we hebben altijd discussie over het onderwerp met elkaar. Leef en geniet van uw hond, want hij is er onvoorwaardelijk elke dag voor u. Wat een mooie zin van onze best in show, meester Roel van Veen. Dan gaan we nu naar de winnaar van rasgroep 2, dat is de Bordeaux. Ja, met uiterste zorgvuldigheid worden alle honden betast, spierspanning gevoeld, ligging van de elementen, vachtconditie. Daarna een stukje terug om het totaalbeeld te krijgen en dan het gangwerk van de hond. We zijn fan van alle 10. Ik kan er straks maar 1 winnen. Maar laten we ze allemaal een warm applaus geven. Nu naar de Jack Russell Terrier. Het nummer van de Jack Russell Terrier is 227.
de Jack Russell Terrier. En ik hoor u niet, dames en heren. Gaan we nu naar de dwerg Dasshond Korthaar. Het nummer van deze hond is 204. De dwerg Dasshond Korthaar. Gaan we nu naar de winnaar van de rasgroep 5, spits en oertypes, de dwerg Keeson. Dat is hond nummer 193. Ook groep 5 was vandaag een grote rasgroep die we op moesten splitsen in twee groepen. Deze hond rasgroep 5 zien winnen. Fantastische collectie honden, dames en heren. We zijn op de helft. We zijn nu bij rasgroep 5. We gaan nu naar rasgroep 6. Dan gaan we nu door naar rasgroep 6. En de winnaar van deze groep is hond nummer 145. De Grabasset in het vol van ja. Typische Franse hound. We hebben vanmiddag echt kunnen genieten van tophonden. Al eerder gezegd, ruim 300. Heel veel rasgroepen moesten in tweeën gesplitst worden. Als passers niet op het podium. We hebben zelfs de voering uitgebreid.
zodat alle honden toch voldoende ruimte hadden om zich te presenteren. En als comité moeten we ons echt gaan beraden dat we inderdaad het kwalificatiesysteem van de hond van het jaar zullen vormgeven. De Grand Basset geeft de hond van het jaar. U ziet, dat doet ons deugd, met uiterste precisie en zorgvuldigheid krijgen alle honden evenveel aandacht van onze keurmeester. Dat is ook belangrijk, want deze honden hebben het afgelopen jaar top gescoord, hebben vandaag top gescoord. En ook die finale keuring, ook dat laatste stukje, is belangrijk. En natuurlijk is het een stukje persoonlijke keuze van de keurmeester, dat mag ook. Maar het is ook datgene wat zij nu voelt, wat zij nu ziet, wat haar keuze zal bepalen. Welke hond zij uiteindelijk zal aanwijzen als best in show, als hond van het jaar 2015. De Hongaarse Wisla Ruhaar van Gerrien de Wisla. Het nummer van deze hond is 84. Oké, de tafel die kan weg. En onze keurmeester Roepelveen heeft alle honden zeer zorgvuldig bekeken. We gaan even kijken wat onze keurmeester wil, of dat ze nog een keer op en neer moet gaan, of dat ze nog een keer langs gaat. Het is haar keuring. En voor de shores, doe ze nog een keer wat het niet gaan. Wij willen graag meegenieten, want wat jij ziet, zien wij ook. Dus daar gaat de Bearded Collie. Een applaus, dames en heren. De Bearded Collie. De Bordeaux Dog. Wat een spanning, mensen, niet te geloven. Fantastisch. Als je van honden houdt, is de print vandaag de place to be. De Jack Russell Terrier. De dwergdassel Korthaar. De dwergdezel. De Grand Basset Griffon Vendien. De Hongaarse Wisla Ruhaar. De Portugese waterhond. De Lhasa Apso.
dat zullen we nog één keer doen. Het applaus voor alle tien, want nu staan ze er nog. De keurmeester zal alle deelnemers bedanken voor de presentatie. Een chic gebaar. Alle exposanten, alle handlers die de hond voorbrengen, worden bedankt namens de beste showkeurmeester voor hun performance on the main stage. En als ik zo de winnaar bekend maak, die gaat één keer de catwalk op en weer terug. En met een heel groot applaus. Weet je het al, Roel? Oh jee. Het jaar show 2015. Handen allemaal vrij, dames en heren. Hond van het jaar 2015, de Bearded Collie. Blijf u staan. We krijgen nu de runner-up, dus de reserve hond van het jaarshow, nummer 2. Reserve best in show, dames en heren. Met hetzelfde applaus, de Grand Passé Griffon.